Hey, goedemiddag allemaal. Het is nu net 3:10, hoor ik net even mijn mannetje. En we zijn dus nu het pad aan het leeghalen. Ja. En het is vandaag zondag 5 augustus. En ik zou zeggen, heel veel kijkplezier gewenst. Via de wet communicerende vaten, hier de tuinslang. Hup, naar buiten toe. Even buiten, tot beneden toe. Ja. En daar stroomt het water dus weer de tuin in. Half drie, oké. Okay. Nee, niet half drie. Half drie? Nee, bijna half drie. Nee, het was ik jou zei, toen was het 3:15, dus het is nu richting 3:30. Ja. Oké, okay. Dus... Waarom? Ja, het geeft niet. Heel simpel, bad leeghalen. Je stopt een tuinslang helemaal onder water. Houd beide einden dicht. Eén eind naar buiten toe. Andere eind onder water. We hebben even een emmer gebruikt om het... Even er gewoon en geen lucht meer in. Geen lucht meer in. Dan zuigt hij dus al het water naar het laatste punt. Dus over een brug heen, zeg maar. Deze brug. En dan... En dan kun je dus het bad rustig bad liggen. We gebruiken nu een emmer. Omdat het water al aardig laag is. Het water erg laag staat. We gaan gewoon door met hevelen. Anders moet je het water in de emmer scheppen. Over de vensterbank heen naar buiten toe. En dat heb ik al net een heel tijd gedaan. Een stukje gedaan, inderdaad. En dat hij nog hier was, toen heb ik aardig geheveld. Ja, geschept. En nu zijn we aan het gewoon aan het hevelen. Dus het is de grote emmer vullen met de kleine emmer. En de tuinslang doet de rest eigenlijk. Lekker simpel. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier gewenst nogmaals. Ja, en toen stond ik weer. Gewoon. En waar het pad stond. Een bad staat nu dus recht overeind. Hebben we helemaal nu leeg. Nu gaan we hem eventjes, want aan deze kant daar staat, daar is dus dat. Maar die bad moet even zo meteen. Wacht heel even. Wil je daar even een beetje vegen in verband brokken? En deze handdoek ook, heb ik nu ook al een paar keer gezegd. Even naar de douche alsjeblieft. Ah! Met emmertjes bezig. Ja, maar als je met emmertjes bezig bent, dan kan je ook gelijk meenemen. Toch? En mijn mannen die kunnen en niet zoveel tegelijk. Scheelt weer. Zij de winkel hoor. Ook weer leuk. Nee, maar ik moet sowieso nog even wat oppompen. Sowieso, want hij is een beetje nog... kijk, ik kan hem gewoon nog indrukken. Er moet nog een beetje lucht bij. En dan wordt het gewoon weer gevuld. En dan hoop ik eigenlijk met de tuinslang... Het gaat een stukje makkelijker. Dan iedere keer emmertjes hevelen. Dus hoop ik toch eventjes een keer met de tuinslang. Maar we gaan daar weer voor. Vol tegenaan. We gaan eventjes deze kleed even goed neerleggen. Zodat we deze rare ringen niet in de bodem hebben. Want nou, dat zie je hier in de bodem. Dat wil ik dus niet meer. Dus daar gaan we even mee bezig. En dan zien jullie straks weer. Waar we weer mee bezig zijn. Deze hier naast mij en dat is een scheidpak eerste klas. Oeh. Kijk je uit, schat. Doe eens een beetje open dat ding, want ik zie helemaal niks. Zo licht. Oeh, lekker tipjes. Ben je Ali Papa? Baba Papa? Ah. Okay. Baba Papa. Ali Express. AliExpress? AliExpress. AliExpress. Press Ali. Oké, okay. Whatever. Wish, wens doen. Wish voor AliExpress. Ja, precies. Ali Wish. Ja, of hoe heet dat? Lazarle. De wie? Lazarre. Lazarre. Ja. Nooit van gehoord. Niet. En Lazarre niet. Nee. Lazarre nooit, ik wel. Kijk, en je hebt Scooby-Doo, Redfoot, Wish, Zooplus, Ali, vakantieverenigingen, Lazarre en Light in the Box. Ja, Light in the Box. Light in the Box? Ja, Light in the Box. Kun je lampjes kopen? Onder andere. Oh, oké. Okay. Allemaal. En met het kruidvat, kan je daar lont krijgen? Dat weet ik niet. Oh. Kan je dan in het kruidvat steken, dat is handig. Is het zo? Ja. Lont in het kruidvat steken. Want? Waarom is dat? Kruid in het lontvat steken. Kan natuurlijk ook. Ja. Dat is wat anders.
Het is nu 5 uur. Net 5 uur. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ik wil dat schermpje van omlaag aan deze kant hebben. En ja, kijk, kijk wat ik doe. Kun je doen wat je kijkt? Kijk, het is nou net 5 uur. Ja, dat is 5 uur. We waren zo moe en van de warmte en dat we zoiets hebben van we gaan gewoon even lekker liggen. Ja, we waren al de hele dag in bad geweest, maar dat helpt niet. En we moeten nog geen bad. Ja. Hier een mooie methode, bad te vullen. Even kijken of het werkt. Zet het tuinslang aan de kraan. En dan zo het bad in, zorg dat het niet lekt. En om weer leeg te krijgen, doe je de andere kant op. Dus dan doe je water in de slang. De slang helemaal, zeg maar, onder water in het bad. Dan beide kanten dicht houden. Eén kant over de reling naar buiten, naar beneden. Dat het lager is dan het bad. Dan hevel je dat zo leeg. En voor het laatste restje hebben wij die emmer gebruikt inderdaad. De slang in de emmer, waar we die emmer wassen met water vulden, iedere keer een klein beetje. En als die iedere keer een klein beetje scheppen water in de grote emmer doen en emmer leeg laten lopen via de tuinslang. Erg handig. Het laatste, allerlaatste beetje. We hebben dus de emmer onder het afvoergat gezet. Is dat zo? Toch? Ja. Geen idee meer. En doen het bad een beetje schuin gaan het al het water. Dus dat afvoergat in de emmer liep. En dan heb je dan een klein beetje water over. En dat kan je dus opvegen. Met een handdoekje. Oh, spannend. Schitterend. Heel spannend. Dus, toen hebben we het bad aan de kant gezet. Het zeil goed gelegd. Het bad weer teruggezet. En nu moet ik het nog zien te vullen. Op een of andere manier. Maar dat komt ook wel weer goed, toch? Denk het wel. Hallo. Of niet? Ben hier. Ben hier. Hallo. Dus ja, het is warm genoeg. Nee, ja. Gek. Stop. Weet wat jij bent? Jij bent gek, goed en knap. Toch? Moe. Ja, altijd. Ik doe nooit wat. Nou, deed je maar eens wat. Dan zou dat minstens nog wat gebeuren. Hadden jullie het er nog gedaan? Nee, dan hebben we niks gedaan. Dan moet ik naar buiten kijken zo. Gewoon de hele vlog lekker naar buiten kijken. Oh, daar. Of daar naartoe kijken is ook leuk. Ja, de gitaar. Dat is mooi. Gitaarmuziek. Dat zei mijn collega altijd. Als er een gitaarsolo was. Wat van die... bekende band. Die had een hele goede gitarist. En die kon echt van alles met die gitaar. Een van mijn favoriete nummers is de Sultans of Swing. Van de DS, zeg maar. De Dire Straits. Kikker nummer. Oh, maar die... Ik ga geen 60 euro betalen voor zo'n 27 telige roestvrij stralen pannenzet van Blurman. 0 euro. Ja, nu hè. Die is ook net afgelopen. Okay. En dan kun je weer mee bieden. Ik bied 2 euro. Gelijk 50 euro. Maar dan gaat het van de bouwman af. Van de buurman. Wat is het? Blauwman. Krijg je dan ook blauwe pannenzet? En je hebt een messenzet en een schaar met opbergaccessoires. Nee, dat weet ik niet. Planten. Een buienplant, dat is leuk. Dolce Gusto, slak. Nee. Lampje, scheerapparaat. Ja, dat wil ik gebruiken. Lampje. Militaire zaklamp, voor mij heb ik die al. Kun ik weer opbieden? Nog 15 seconden. Ja, maar dan gaat er nog wel 5 euro... verzendkosten. Oh, okay. En 5 euro administratiekosten en 6 euro verzendkosten. Dus als je 0 euro biedt, kost het lampje toch 11 euro, terwijl het in de winkel 5 euro kost. 6 euro, wat is het? Dat is duurder.
Nou, nee, ik wil producten, jongens. Producten, producten. Ja, precies. Maar we gaan zo meteen badje vullen en dan nemen we jullie daarna wel weer gezellig in mee. Als we gaan badje vullen, ja. Ja, en toen de tuinslang helemaal uitgerold. Kijk. En dan gaan we weer lekker vullen met water. Beter als onze emmertjes vullen. Ja. Krijgen we dat ook en ook weer voor elkaar ook, hè? Ik probeer eigenlijk heel eventjes. Kunnen jullie het wel zien? Nee, ja, echt niet, hè? Maar eigenlijk wil ik even een handdoek hebben. Dit wordt leuk. Ik wil een handdoek hebben. Hoe gaan we die oplossen? Ja. Ik kan gewoon bij mijn handdoeken. Daar kan ik gewoon normaal bij. Als ik gewoon een handdoek pakken, dan kan ik die namelijk hier op de grond neer knallen. Even achter me luisteren. Grapje. Ja, ik wil even namelijk mijn rolgordijn even dicht doen. Oh, dit is lekker warm, mensen. Heerlijk. Kijk, ik sta er nu zelfs in. Heerlijk. Nog even een kruider alvast lekker in liggen. Dat is ook lekker. En dan zie ik wat drijven. En dan pak ik gelijk even op. En dat is dan weer weg. Nou, je wil juist even voelen of dit nou aardig goed is. Ja, hè? Beter als wat was, hè? Dat deed wel, ja. Dat dacht ik. Ben je er trots op? Heel. Het is wel beter hè, als we onze emmertjes vullen, hè? Ja, zeker. En water. Is die dop nog goed dicht? Daar moet ik wel even goed op letten. Ik heb het gevoel dat hij hier ook wat... Ah, mijn kast is niet goed dicht. Wil je even wachten? Even vasthouden. Kijk, ik denk al, waarom is hij niet goed dicht? Maar daar is het wel. En gisteren was hij echt wat strakker, maar dat maakt niet uit. Geeft niet. Het is echt lekker water hoor. Koud water mag in principe nog wel een stukje eraf. Ja, dat is wel. Heel klein stukje. Ja, dat is leuk. En niet al te veel hoor, maar gewoon een beetje. Ja, het is lekker. Het gaat echt sneller, hè, zo eigenlijk, hè, op deze manier. Ja. Ik heb al een handdoek daar neergelegd. Zoals je al hebt kunnen zien. Nou, dan gaan we even ondertussen even een napje eten. En dan
gaan we wel jullie even een update geven als het weer een bad wat opbak is. Dat komt helemaal goed, lijkt mij. En ik ga nog een beetje in zijn neus. Oké. Is lekker. En dan vanavond even lekker weer even relaxed in bad zitten. Ja. Kijk, daar gaan wij dan straks weer lekker in zitten. Voor de tweede dag op rij, morgenochtend weer. Heb ik aan iemand beloofd, dus dat is het om 3 dagen op rij. Ja, gisteren, vandaag en morgen. Ja. 3 dagen. Huh? 3 dagen. Dat is lekker, man. Dan heb je dus eigenlijk vakantie in je eigen land. In je eigen huis. Dit gaat toch lekker, kijk. Gewoon in je eigen huis een bad neerzetten. Lekker een beetje warm water. Heerlijk. Toch? Ja. Ben je blij met dit? Ja, dit wel. Waarom? Is leuk. Waarom ben jij hier blij mee? Vertel. Het is lekker warm. Ja. Kom mee. Het blijft schoon, zeg maar. Er zit geen gras, aarde of andere dingen erin. Ja. Je hebt geen mensen die langs komen racen met modder aan hun poten om wat modder in het bad te gooien. Is dat ook weer? Dus je. En je kan gewoon door je naakje, alleen dat doen we nou niet. Nee. Ja, op de vlog? Nee, want ik heb ook gewoon mijn normale kleding aan. Ja. Ja. Maar, het kan wel, maar dan niet. Schat, ja. En ja, je kan dus sapjes en drankjes halen. Die liggen dan in de ijskast. Dus even eruit lopen. Of niet helemaal naar boven te lopen. Dan nemen we mee. In je eigen huis. Eigen huis. Lekker vakantie vieren. Het is geen Balkoni of Tunesië, maar Cameroen. Ja, maar het is wel vakantie in je eigen huis vieren. Precies. Sommige mensen zeggen van nou blijf in eigen huis of Balkonië of Tunesië. En wij hebben een slaapkamer. Ja, precies. Zo, het is 19:30 in de avond. Ik heb deze verlofvlies. Even kijken hoe lang deze heel blijft. Gaan jullie meekijken? Ja. Yeah. Oeh, kijken hoe lang die heel blijft. Die blijft niet lang heel, mensen. Die gaat al zo meteen en bij de kruis of bij de kop kapot. Of en bij de kop, ja, dat zeg ik. Ja, en dat mag juist lopen van mij. Op 7 seconden heb ik hem en gegeven. Het is nu 57 seconden nu. Het is nu. Hij is nog heel, hè, meid? Zo. Het is zo laat. Wil je wel even die camera even op in de haak doen of zo? Maar kijk uit voor de handdoek en dat hij dus niet onder de deur komt. Want dan krijg ik hem zo wat niet open meer. Lekkere meid. We zijn alweer 2 minuten en 20 seconden bezig. Ja, bij 3 minuten stop ik, kom uit. Dan gaan we nog heel even door. Kun je nagaan dat ze gewoon eigenlijk blij is met een knuffeltje ook, hè? Moet ook kapot ook, hè, bij jou. Moet ook kapot.
En dan trek ik die toch eerst kapot in dat labeltje ding. En dat staartje, kijk. Maar ze eten het niet op, hè? Hoe dan? In plaats van 3 minuten en dan ben ik alweer bijna 4 minuten verder, dame. Wat ik het zo leuk vind om jou te gaan vloggen. Zo, de kopper is bijna druk vanaf zo wat of zo. Nou, 4 minuten alweer, ja, dat gaat het. Maar nou stop ik ook echt even. Ik heb kapot bij jou in maat. Mag van mij. Ja, sesam ook benieuwd. Wat zit er allemaal in? Oh. En dat weet mijn eigen ventje eigenlijk nog niet eens wat ik allemaal heb gedaan. Oh, wat is dit dan? Nou, kijk, allemaal roosjes. En allemaal knijpertjes en alles. Hou je het even vast? Ik hou het even. Want ik weet hoe ik het eruit moet halen hier. Het scheelt hier. In de gaten. Hè? Ik hou het in de gaten. Ja, is goed. Hou jij het maar even in de gaten. Want ik pak eventjes een andere papiertje zo meteen om eventjes te vouwen. Zo. Nee, ga jij daar naartoe? Nee, daar naartoe. Daar naartoe. Zo. Wat heb je nog meer? Kijk, even kijken. Oké. Wat gaat dat? En dit wordt leuk. Eerst etten. Wat gaan we doen? Ik denk dat we hier nog wat meer. Een beetje. Kurt. Hè? Huh? Kurt. Ja, daarom ben ik eerst even aan het kijken. Niet hoor, maar. Je kan het ook zelf doen, hè? Op deze manier. Ik zie wat je aan het doen met golf aan knippen in het papier. Een hele creatieve manier. Even kijken. Zo komt het dan op te staan. Ja. Maar je kan dus ook. Je kan het zo doen. Maar je kan er ook voor kiezen. Die hier te doen. Uitnodiging. Hier wat te doen. Ja. Of
die daar of die daar? Ja, ik zou hem andersom doen. Wat? Zo? Ja, andersom. Ja. En voor de mensen die dus uitgenodigd zijn. Mm-hmm. Dat kun je dus met alles doen. Okay. En dan kun je dus ook gewoon een hartje ervan maken of warmen. Ja. En die rode dingen, waar komen die? Die. Nou, die, als dit dus vast zit, weet je, dan kun je dus ook nog hier ook gewoon nog een tekst van uitnodiging. Of, hè, dat. Ja. Weet je, of, even kijken. Of deze zo, kan ook. Ja. Deze hier ook. Oh, oké. Okay. Ja. En dan, komt dan zo hier ook op. Of wat we ook kunnen doen, als ik open wil, kijk, dat is juist leuk. Knijpertje erop. Mm-hmm. Maar dat kun je ook dus aan deze kant doen. Precies. Ook leuk. Een lintje eraan even doen. Dat kan ook. Zit hier nog? Kleuren. Lintjes. Ja, maar wat ook kan, dat is gewoon hier ook. Of weer opplakken. Mm-hmm. En dan met plakband zo. Ja, oké. Okay. Dus het is maar een idee. Mm-hmm. Ik kan wel een beetje wat later zien. Wat ik dus een beetje. Daarom is dit gewoon eventjes een proef wat ik even maak. Ik ken wel altijd. Oh, wat een loffie. Wat maak ik er puinhoop van? Even. Intermezzo dierenvlog tussendoor. Het is weer één grote bende. En nu bespaart je heel veel geld uit. Dat is ook misschien voor een gastenboek, maar het komt de volgende keer aan de orde. Kijk, dat is die. Yep. Eén knijpje en dat kan ik wel missen hoor, dat maakt niet heel veel uit. Want anders haal ik gewoon weer even een netje nieuwe. Ja, een knijpertje. Ja, weet ik wel, maar ik heb hier ook nog knijpertjes. Ja, welke vind jij nu mooi om hierop te doen, eventjes als voorbeeld? Nou, een klein beschaafd dingetje. Kleine beschaafd dingetje, oké, doen we die. Voor de uitnodigingen, die echt gewoon de hele dag blijven, die krijgen dus een rode, maar... Maakt niet heel veel uit. Even, maar dit is gewoon eens een voorbeeld. Zo. Even kijken waar ik hem los moet maken. Hier. Welke vind je mooi? Geel of oranje? Als het past, als het lukt. Hey. Doe die oranje. Oranje. Mee verplaatsen. Eens even kijken. Je mag wel op mijn handen kijken hoor. Oh, dat doe je al. Ha, grapje. Ja, en deze dame die vindt het leuk om lange nagels te hebben. Als je lange nagels hebt, wat doe je dan? Ja. Precies kijken waar je het er tussenuit moet halen. Kijk, kijk maar. Nou, die zie je niet hoor. Jammer. Die zie je niet. Dat is een beetje inderdaad jammer, ja. Ik had er eigenlijk wel meer van verwacht. Hè? Ja. Maar we hebben ook nog andere tijd. Dat ik ook wel gebruik hoor. Daar niet van. Nee, deze ga je ook niet zien. Denk ik. Nee, zie je? Nee, het is gewoon in principe een normale plakband. Alleen met een... Kleurtje. Kleurtje. Nee. Waar heb ik die... Mag ik er heel even bij? Eventjes voor jullie. Want dat is niet echt een goede teken voor, maar ik weet nog niet. Waar... Yeah.
Ja. Of een gele. Rood is goed. Of een donkerblauwe. Donkerblauwe. Donkerblauwe is goed. Heb je klustape in huis? Leuk. En gelijk kijken of dit werkt. Dat is het handigste en van klusstreep. Je kan ermee klussen. Onder andere uitnodiging. Kijk. Dan wordt het toch mooi. Of wat je ook kan doen, dat is gewoon eventjes een beetje door. Kijk, want die zit toch al vast. Dat je ook gewoon dit kan gaan doen. Dat kan ook. Ja, dat was stevig. Niet leuk, hè? En dan kun je nog altijd zo doen. Of die wat een beetje stevig is. Want dit is wel heel erg zwaar, hoor. Dit gelijk niet. Mm-hmm. Dit is wel heel erg zwaar. Maar ik kan ook gewoon een normaal roosje erop knallen, hoor. Gewoon zo'n roosje en dan gewoon zo. Mm-hmm. Dan is hij ook niet... En dat, dan deze inderdaad er een beetje ervan afhalen. Kijk, maakt niet heel veel uit. Gewoon even zo. Of een rode grote looien, ook leuk. Dat neem ik. Ik moet gewoon een looi en een witte. Nou, dat moet dan drogen. Mm-hmm. Zo, en dan is hij niet zo zwaar meer. Mm-hmm. En dan kun je altijd nog een knijper erbij voegen, gewoon in de envelop zelf. Mm-hmm. Als gewoon een aandenkentje. Ja. Of gewoon als bedankje. Is ook leuk. En dan met een paar snoepjes erbij. Mm-hmm. Met snoepjes, lekker. Mag ik deze uitnodiging bij jou? Dan weet ik niet waar het is. Hahaha. Het zal wel op tijd zijn. Ja, toch wel? Ja. Maar hij is leuk, hè? Hij is heel leuk. Top! Ja, bij deze wil ik. Namens ook Ro, jullie bedanken voor het weer, voor het kijken naar deze vlog. Vind je deze vlog nou weer leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En laat een leuke reactie achter, want dat is ook zo belangrijk. En deel deze vlogs. Gewoon lekker delen. Blijf delen. Als jij het doet, doe ik het ook. Laat ook even dan eventjes onderin dat je deze hebt gedeeld, want dan ga ik naar jouw account, naar jouw kanaal en dan ga ik ook wat delen en dan zal ik dan ook melden. Dus gewoon even Wim, leuke wisselwerking en dan misschien groei jij ook weer en misschien groei je dan ook weer en dan kunnen we allebei weer groeien. Dus ja, nou dit was de vlog weer.
En we hopen dat jullie weer hebben genoten. En kijk uit voor deze warmte. Het is nog warm. En dan zouden we zeggen, dank jullie wel. En tot de volgende keer maar weer. Doei. Nee, ik wil niet wat ik wil.